Daar is hij weer, de vrijdagavondshow 142 hier op xgm.nl. Goed dat ik even het domein erbij zeg, dan denken ze niet van kom op, ik zit opeens de vrijdagavondshow te kijken bij totaal iets anders. Opeens bij Google of zo, of bij RTL of weet ik het wat, waar Gamers opeens net terecht. Dat kan allemaal, weet je wel. Eens even kijken. De vrijdagavondshow inderdaad, en zoals traditioneel beginnen we met de prijsvragen. En we hebben toch wat vette prijzen. Ja, zeker. Ja. Onder andere een PlayStation 4 Ultimate Game Pack. We hebben maar liefst 5 titels. Nou, kom op, die games zijn €70 in de winkel, yes. Dus dat wil je winnen. Wat zit daarin? Ja, daar zit in gewoon even hartstikke vet Black Flag, Assassin's Creed natuurlijk. Volgens mij Lego Super Marvel Heroes. Ja. Lego Marvel Super Heroes. Killzone natuurlijk, de shooter voor de PlayStation 4, tenminste de exclusive. Maar Call of Duty krijgt er ook bij, dat is de andere. Enige shooter die ontbreekt is nog Battlefield dan eigenlijk. En Knack, de platformer. Nou ja, Knack is misschien leuk voor erbij, hè, nou. Want ik viel toch een beetje tegen. Maar ja, kom op, inderdaad. Als je zo'n pakket wint, hè, dan kan je even aan de slag. Nou, er hebben al heel veel mensen meegedaan. En je kan nog tot middernacht meedoen. En dan maken we volgende week de uitslag bekend. En daarnaast, ook heel erg vet, ook van PlayStation. Invincibles. Voor de PlayStation Vita. Nee. Toch 2 keer. Dat staat hier op dit blaadje. Klopt. Maar dat is niet de game. Dat de waarde van €199. Oh, je krijgt de Vita erbij. Je krijgt de bundel. Erbij. Wat vet. Inderdaad. Die wil je winnen. Want Invincibles, dat zullen jullie allemaal niet zo heel erg veel interesseren. Nee, ik dacht ook al, waarom staat het in godsnaam op dat blaadje? Weet je? Waarom? Dat interesseert me niet. Het is een beetje een grappige kids game. Daar is afgelopen oktober uitgekomen of zo, in november. Maar je krijgt die PlayStation Vita er dus bij. En dat is natuurlijk wel ongelooflijk vet om te krijgen. Dus dat moet je even meedoen. Zoek hem even op de website. Er staat er al een tijdje op. Meedoen kan nog tot eind deze maand, 31 januari, en je moet even een Facebook postje sharen en dat is het enige. Dus veel plezier daarmee en doe mee. En daarnaast de recensies van deze week. Ja, er zijn flink wat recensies geweest. Hè? Onder andere van SteelSeries. Ja. De nieuwe first person shooter muis, die werd door Tristan beoordeeld met een 8,5. Nou, dat is toch een redelijk net cijfer. Hè? Dus check het even uit op de website. Verder hebben we nog Archangel hebben we gereviewd. Michael heeft die gedaan voor de mobile. En Jack Ryan natuurlijk, de film Shadow Recruit, die kreeg een 6. Dus dat viel wel weer een beetje tegen. Yes, dat is natuurlijk met Chris Pine, onze Captain Kirk uit de nieuwe Star Trek films. En daarnaast Keira Knightley zit erin en nog een bekende acteur, ik weet niet precies wie. Maar Morgan Freeman of zo? Nee. Ja? Ik heb geen idee. Nee? Oh, maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, dat is een beetje een Tom Clancy film is het eigenlijk. Jack Ryan uit Tom Clancy. Maar ze dachten, we geven niet Tom Clancy de naam eraan. Dus hij heeft het niet zo goed gedaan, weet ik, in die bioscoop in Amerika. Nou, hij is een beetje geflopt daar. Dus kijken wat hij in Nederland gaat doen. Maar een 6, dus het is net aan een voldoende. Dus niet helemaal de moeite waard. Dus dat is op zich wel jammer. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Het kan natuurlijk altijd slechter. Ja. Want Stefan die heeft ook een 4,5 uitgedeeld deze week. Mm. Namelijk aan Saint Seiya Brave Soldiers. Dus wat dat betreft, die titel kan je denk ik wel links laten liggen. Ja, inderdaad. Dat hoeft allemaal niet. Maar er komt ook niet zo heel veel interessants uit de laatste tijd. Vorige week hadden we het al over met de releases, zeg maar. Dat we eigenlijk niet zo heel veel hadden. En nu is het weer eigenlijk. Ja, volgende week Octodad Deadliest Cats. Dat was een PS4 game. Die gaat ook naar de PC komen. Naruto de Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Nou, een hele mond vol natuurlijk. Die komt naar de Xbox 360, PC en de PS3. En dan eigenlijk de game van de week. Tomb Raider, de Definitive Edition. Voor de PS4 en de Xbox One. Yes. En niet voor de PC. Vet. En dat vind ik heel crap. Hij sluit op de PC. Ja, dat is de gewone versie. Ja. En de upgrades die dus wel in de PS4 en de Xbox One versie zitten, die zitten nou niet in de PC-versie. Dan denk ik, hoe moeilijk had het geweest om eventjes een update op Steam te doen. Dat je ook gewoon als PC-gebruiker... Ik bedoel, iedereen heeft een hele toffe PC staan. Met alle toeters en bellen erop en eraan. Gaan we hier nou over klagen? Ja, ik vind dat. Als je dan een Definitive Edition uitbrengt, doe het dan goed. Maar dan de moet PC je dus wordt weer overgeslagen als next-gen platform. Maar daar was je al een jaar op uit. Nu is de Definitive Edition. Op je moet je gewoon op je next-gen console halen. Ja, dat kan. Maar het is ik zou het gewoon doen. Maar iedereen heeft de game al gespeeld. Kom op, het was bijna de game of the year, man. Het was fantastisch. Ja. Iedereen vond het geweldig. Dat wel. Dus ik vraag me af hoeveel mensen hebben dit nog niet gespeeld en gaan daar nu speciaal de Definitive Edition voor aanschaffen. Nou, ik denk nog best wel veel mensen, want heel veel PS4 games zijn er nog niet uit. En Tomb Raider zal dan eigenlijk de eerste echte grote action platform of action adventure game erop worden. Mm-hmm. Er zijn nog niet zo heel veel dingen vooruit geweest. Voor de Xbox One had je natuurlijk Wise, is action, maar het is toch een heel ander soort. Ja. Dus ik denk dat hij het wel best wel aardig goed kan doen eigenlijk. Laat ik het zo zeggen, heb er wel interesse in. Ja? Ja. Waarom wil je hem nog een keer door gaan spelen dan? Puur die graphics? Laat ik het eerlijk zeggen, omdat ik de vorige keer niet heb uitgespeeld. Okay. Ik heb hem op de PC, maar ik heb hem niet uitgespeeld. Dus ik denk, als ik dan toch een versie nu moet uitspelen, doe dan de Definitive Edition. Want hij is er niet op de PC. Want waarom heb je hem niet uitgespeeld? Was je er klaar mee? Ik weet niet, gewoon geen tijd, joh. Geen tijd, ik heb zoveel games af en toe en ik speel maar een hele kleine selectie. Dus vandaar.
En dan gaan we nog naar de releases in de bioscoop, want die waren er ook weer. Yes. En I, Frankenstein komt eruit. Een schepsel van Frankenstein die zich in een eeuwenoude strijd gaat mengen met twee verschillende groepen. Dat staat er op mijn blaadje. Ja, het klinkt heel erg interessant. Daarnaast Out of the Furnace, waarin iemand verdwijnt op een mysterieuze manier. En Eva, een klarinetspeler die op zoek gaat naar zijn echte vader. Dus ik weet niet wie dit heeft samengesteld, maar dat kunnen we best meteen even overslaan. En dan de hoogtepunten van de week, dat is wel interessant. Wat was jouw hoogtepunt? Het gerucht dat Nintendo bezig is met zowel een nieuwe thuisconsole als een nieuwe handheld. En ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat hangt natuurlijk wel een beetje samen met de andere berichten die we deze week gehoord hebben. Namelijk dat de aandelen van Nintendo ontzettend gezakt zijn na bekendmaking van de jaarcijfers. Dat is dus eigenlijk in plaats van 480 miljard yen, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, 240 miljard verlies hebben geleden. Dat is balen. Of miljoen, miljard, ik weet het niet. Ja, volgens mij is het miljoen. En dat zijn natuurlijk best wel schokkende cijfers als ze bijna dubbel aan winst verwachten en ze maken flink verlies. En ik ben het ook wel eens met de statements die ze gemaakt hebben dat ze nu al 3 jaar een verliesgevend bedrijf hebben en dat je op die manier gewoon niet verder kan. Ja. Dus ik zou het wel heel tof vinden als ze gewoon over 2 jaar, hè, nog niet meteen, maar als ze over 2 jaar zouden zeggen van joh, we komen gewoon met nieuwe handhelds en consoles aan. En dat ze eindelijk ook weer die krachtpatserij eruit pompen, waarmee ze dus echt weer de concurrentie aan kunnen gaan met een Sony of een Microsoft. En ik denk dat dat een van de middelen kan zijn die de verkopen van Nintendo weer omhoog kan pompen. Maar dat is geen manier om weer winstgevend te worden, kan ik je zo vertellen. Zeker niet de eerste jaren, want laat niet vergeten, Nintendo is heel erg lang winstgevend. Ook in de tijden van de GameCube die niet zo goed ging. Ja. Nintendo 64 was natuurlijk, de PlayStation had toen duidelijk gewonnen. Ja, al die tijden, de Wii is toen natuurlijk enorm geëxplodeerd. Ja. En dat hebben ze met de Wii U niet kunnen doorzetten. Dat is ondertussen wel duidelijk geworden. Maar laten we niet vergeten dat PlayStation heeft natuurlijk met de PS3 gewoon volgens mij de eerste 4 jaar of zo verlies geleden, volgens mij. Microsoft heeft de originele Xbox alleen maar verlies geleden. Die heeft volgens mij ook de eerste 3-4 jaar met de Xbox 360 geen winst gemaakt. Mm-hmm. Dus laten we niet doen alsof die nou zo geweldig altijd bezig zijn. Nee. Dat Nintendo nu het eventjes wat minder gaat, opeens maar smartphone games moet gaan maken. Nee, dat vind ik absoluut niet. Ja. Dat vond ik ook heel raar dat ze daar ineens weer een bericht over naar buiten pompten. Maar wat ik wel vind is, het draait bij Nintendo echt om de games. Hè? Ja. Die first party games. En dan vraag ik me af, maakt het uit op welk platform? Want laten we eerlijk zijn, Super Mario 3D World, het liep als een zonnetje, 60 frames, klopt, 1080p, fantastisch. Willen we nog meer als dat? Ik denk bijvoorbeeld dat als ze de Wii U gewoon zouden behouden en helemaal geen nieuwe console zouden maken en bijvoorbeeld een Pokémon game van Game Freak, echt zo'n RPG, op de Wii U uit zouden brengen met online connectivity, wat je normaal op de 3DS hebt, maar dan gewoon echt met hele toffe graphics. Dat zou voor mij bijvoorbeeld echt een system seller zijn. Ja. En dan denk ik, waarom doen ze dat niet? Want ze hebben alle middelen om het te doen. Maar op zich, system sellers hebben ze op zich wel genoeg, zeg maar, met een Mario bijvoorbeeld, zometeen komt Mario Kart eraan. We hebben Zelda gehad, er komt een nieuwe Zelda aan. Super Smash Bros. Komt eraan. Ja. Luigi heeft zijn avontuurtjes gehad. Yoshi krijgt op, dat is 3DS dan, krijgt zijn nieuwe eiland en alles. Dus ze hebben de system zelfs, hebben ze allemaal. Maar het is gewoon op dit moment de vraag, is dat genoeg voor mensen om te zeggen, ik investeer die 200-300 euro in een Nintendo console, waarvan ik niet zoveel online doe. Want dat is natuurlijk een heel groot ding. Nintendo mist gewoon de hele online community, de online base. Ja. Want mensen willen gewoon een FIFA of een Call of Duty met de vrienden spelen. Dat willen wij ook. Dat is gewoon hartstikke tof om te doen. En daarnaast die vette games van Nintendo. Dus dan kun je je afvragen, is nou die console nodig van Nintendo? Ja, want ik wil toch die Nintendo games blijven spelen. En ik denk velen met mij. Maar wat je ook niet moet vergeten, deze cijfers zijn gebaseerd op de eerste jaren van de Wii U. En dat betekent dus dat Mario Kart 8 is nog niet uit. Donkey Kong Tropical Freeze is nog niet uit. Super Smash Bros. Is nog niet uit. Mario 3D World is net uit. Dus al die cijfers die zijn gebaseerd op die periode dat Nintendo eigenlijk bijna geen goede line-up games had waar je echt een Wii U voor aan moest schaffen. Dat is met de 3DS in het begin ook zo. Hè? Ja. Die heeft het ook een jaar slecht gedaan. Ik zou zeggen, met de Wii U, gooi die prijs naar beneden. Gooi een hele toffe bundel erin zometeen met een nieuwe Mario, met een nieuwe Mario Kart. Gooi gewoon even een flink offensief tegenaan. Je kan mij niet vertellen dat het ding nou zoveel kost om te maken verder ook. Dus ik denk dat het daarna wel weer flink kan aantrekken. Want de 3DS, dat is gewoon de best verkopende console geweest, hè, in heel veel landen afgelopen jaar, in 2013. In Engeland bijvoorbeeld, Amerika volgens mij ook. Dus die doet het echt gigantisch goed. Alleen de Wii U die haalt ze een beetje naar beneden. En dat is jammer, want het is voor de rest een leuke console. Maar dat is wat je aangeeft. De 3DS deed eigenlijk precies hetzelfde. En met die Wii U, ja, ik denk dat het bij Nintendo gewoon gaat om de sterke selectie aan games. Ja. En op de 3DS pompen ze nu de ene goede titel na de andere goede titel eruit. En je ziet dat werkt. Dus ik denk als ze die strategie, hè, beginnend met Mario Kart en met Donkey Kong, door gaan voeren op de Wii U, volgende maand. Ja, ik heb daar echt zin in. Ja, ja, ik vind dat echt leuk. Ze hebben eigenlijk elke maand wel een vette game die uitkomt. Soms misschien zelf te veel, eigenlijk. Maar ja, we zullen het zien. Ja.
Kijk wat Nintendo gaat brengen. Ook een ander geruchtje, of in ieder geval een ander dingetje. GTA weer, nieuw bewijs voor de PC-versie van GTA 5. Volgens mij is dat iets dat we elke week blijven tegenkomen vanaf nu totdat hij uit is. Ja, je hoort ook weer dat hij misschien weer naar die Wii U komt. Ik heb zoiets bij mezelf van, het zou tof zijn. Wii U, maar vraag ik me af. Ik snap Rockstar ook wel weer, weet je. Want het is natuurlijk ook zo, die illegale kopieën die op de PC heel makkelijk te verkrijgen zijn. Het kost hun gewoon omzet. En als die alleen maar voor de Xbox en de PlayStation maar hou je het tegen door nu nog zo mysterieus erover te doen? De eerste maand daarna, die kan ik op zich begrijpen. Of de eerste 2 maanden, zeg maar. En zeg daarna gewoon, ja, we werken nu aan de poort van de PC. En over een half jaar komt die uit, punt. Ja, precies. Maar dan ben je ook bijna een jaar na de originele release, weet je. Ik bedoel, de meeste verkopen zijn er al geweest. Iedereen die het echt wilde spelen, die heeft het al gekocht. Dus ik denk niet dat mensen echt een jaar bewust gaan wachten van, oh, hey, maar dan kan ik hem illegaal kopen, weet je. Dat doen mensen niet. Dus ik denk dat het heel slim is als ze het gewoon uitbrengen. Want ik hoop alleen wel dat ze er aandacht aan besteden. En niet zoals bij GTA 4, dat ze hem eventjes eruit poepen. Ja. Waarna die voorlopig niet meer loopt, weet je. Dat ze een Definitive Edition gaan maken. En dat ze die ook naar de PS4 en de Xbox One gaan brengen. Met nog betere graphics en nog betere shit allemaal. En extra updates die jullie niet krijgen op de PS3 en 360. Nice. En dat je dan met Lara Croft kan spelen. Dat je ze kan linken. Al die Definitive Edition, dat je die kan linken tot één game. Een soort Disney Infinity, maar dan voor Definitive Editions. Met poppetjes erbij. Met poppetjes. We gaan dit product eventjes markten bij Square Enix en Rockstar. Eventjes handelsdingen aanvragen straks. Inderdaad, dat komt helemaal goed. Patenteren. Daarnaast, voor andere geruchtjes, voor mij persoonlijk, de nieuwe Command & Conquer. Renegade X, die komt eraan. Nou, niet echt een nieuwe Command & Conquer. Heb jij Renegade gespeeld vroeger? Ik heb hem zeker gespeeld. Ja. En het mooie nieuws is natuurlijk dat hij gratis is. Yes. Hè? Laten we eerlijk wezen. Ik heb die trailer gezien en ik had er meteen weer zin in. Want het waren echt gewoon die oude maps uit Renegade, zeg maar. Gewoon omgezet, dus ik herkende het gelijk. En ik heb het een paar jaar geleden terug nog gespeeld toen er bijna niemand meer online was. Maar evengoed was er nog een kleine community die echt heel goed erin was. En ik vind dat echt zo erg vet, want het is is het een beetje een shooter die toen al die upgrades en dingen had, zeg maar. Je verzamelde puntjes door de mensen neer te schieten. En dan liep je naar een gebouwtje en dan bestelde je een tank. Dan vloog er een tank uit de lucht, paf, en dan had je hem. En dat is natuurlijk iets dat je nu met perks en upgrades en alles eigenlijk overal in ziet. En ik denk dat Renegade X als gratis shooter, dat hij heel erg groot kan gaan worden. Ja, 26 februari, dan gaat hij in open beta. Dus mocht jij het willen checken, dan nog een maandje geduld. Yes, inderdaad. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ja, ik ook. Tof. Zeker. Fucking vet. Nou, dat was hem een beetje voor de week, denk ik. Een beetje de week doorgesproken allemaal. Ga jij nog wat doen volgende week? Ja, ik heb tentamens, dus ik denk dat ik geen console ga zien volgende week. Dat is niet zo interessant eigenlijk. Nee, niet echt. Nee. Nou ja, voor mij wel, maar niet voor jullie. Ja. Wij gaan de Android-app uitbrengen. We hebben op dit moment de beta staan op het forum. Dus volgende week gaat die in de store staan. Als jullie geen problemen allemaal melden, dan zijn wij blij. En dan gaan we eens eventjes kijken hoeveel mensen daar gebruik van gaan maken. Ik hoop heel erg veel, want hij is heel erg vet. Tim heeft er hele tijd aan gewerkt. En volgens mij is het nu zo ongeveer, als we dit klaar zijn met opnemen, uur of 4, 5. Vanavond hebben we de X-Gen redactieborrel hier op kantoor. Dus dat is ook hartstikke tof. Misschien zien jullie twittertjes en fotootjes voorbij komen. Ik ga niet zeggen jullie mogen allemaal langskomen, want dat wordt heel erg druk. Want er is al zo'n 30, 40 man, dus dat wordt al heel erg klein. Maar het gaat leuk worden. Volgende week dan zijn we natuurlijk weer met een nieuwe vrijdagavondshow. Op dinsdag ook de Q&A Tuesday. We hebben nog wat andere items in de planning staan. We hebben de nieuwsfles natuurlijk weer op zaterdag met al het nieuws van afgelopen week. Hou dat in de gaten. Ben jij de volgende week weer bij? Ja, tuurlijk, uiteraard. Ja. Mooi zo. Ik ben er altijd. Jij bent bij de Q&A ook, hè? Ik ben er zeker bij de Q&A. Ja, ik hoop niet dat er weer... weer mensen zijn die zeggen dat ik te veel in beeld ben. Ik ben net een week weg geweest. Okay. Dus ja. Ja. Dus heb je vragen voor Kelvin? Wil je mij niet zien? Plaats het nu. Dan kunnen we er nog wat mee. Plaats het hieronder. En dan zien we jullie volgende week weer bij de Q&A Tuesday dus. En de vrijdagavondshow. Tot dan. Tot dan.